U zegt het net, groot succes voor Almere. Sterker nog, een voorlopersfunctie. Ja, in het begin waren we daar natuurlijk niet zo blij mee, want we waren ook voorloper met de groei van het aantal overvallen. Maar het heeft de creativiteit zeker op gang gebracht. En ja, ik ben ontzettend dankbaar dat met name de winkeliers en de winkeliersverenigingen zo enthousiast mee zijn gaan doen. Want je kan dit nooit als politie of als gemeente alleen. Dat moet je samen met alle partners die erbij betrokken zijn doen. En wat is nu de toverformule? De toverformule is dat we voor een heel groot aantal acties, waar cashless Almere zeg maar de kern van is, hè, dus proberen zoveel mogelijk cashgeld uit die winkels te krijgen, maar ook schouwen, overvalstrainingen geven aan personeel, wat moet je wel doen, wat moet je niet doen, de burgers erbij betrekken met SMS alert. We hebben een overvalteam bij de politie. Er zijn erg veel verdachten opgepakt. Dat is ook een hele goede preventieve maatregel. Niet alleen repressieve, maar ook preventief, want dat schrikt ook af. We hebben een helikopter rond laten vliegen. Dat helpt ook, want dat helpt bij de opsporing geweldig. En zo zijn er een hele serie maatregelen die tezamen hebben bewerkstelligd dat we toch het afgelopen jaar weer een forse daling hebben gehad. U vertelde net, u bent bij een slachtofferavond geweest. Wat treft u dan aan? Nou, je treft over het algemeen erge jonge meisjes aan. In veel winkels werken natuurlijk jonge kinderen, hè? 16 tot 18 jaar, met hun moeders vaak. Die komen daar echt dan samen, die echt getraumatiseerd zijn. Er zijn kinderen bij, die zijn gekneveld, die hebben een pistool tegen hun hoofd gehad. Ja, ik ga er maar vanuit, daar ben je de eerste paar jaren flink door beschadigd. Als je al ooit weer in een winkel durft te werken. Wat zegt u dan? Nou ja, dat wij moeten proberen om ja, samen met hun bazen te voorkomen dat dit gebeurt. En natuurlijk ook dat er een stevige aanpak op die daders gezet moet worden. Ik denk dat de meeste van daders ook absoluut niet in de gaten hebben wat ze aanrichten. Stevige aanpak. Worden ze genoeg gestraft? Zijn de straffen hoog genoeg? Als ik hoor welke straffen er geëist worden en ook welke er uitgedeeld worden door de rechters, dan worden ze stevig gestraft. Zeker. Daar is nog wel eens kritiek op. Daar is vaak kritiek op. Ook vanuit het politieapparaat? Nou, meestal vanuit slachtoffers. En dat kan ik ook heel goed begrijpen. Een slachtoffer vindt het natuurlijk altijd te weinig. Maar straffen hè, voor iemand die medeplichtig is van 2 jaar... tot echt straffen van 6 à 7 jaar... voor een feitelijk echte behoorlijk gewelddadige overval. Dat zijn flinke straffen. En dat is ook terecht. Dat vindt u voldoende? Ze zijn hoog genoeg? Ja, ik geloof er niet zo heel erg in dat je elke keer maar met hogere straffen het probleem kleiner maakt. We moeten ze pakken. De grote pakkans is de allerbelangrijkste. En dan stevig straffen. Tot slot nog één thema. De gemeenteraadsverkiezingen. Als je kijkt hoe men zich profileert, de partijen. Wat hoog staat bij de partijen op het programma als thema. Maar ook bij de kiezers. Dat zagen we bij het onderzoek van Almere vandaag. Veiligheid staat bovenaan. Ja. Terwijl het zo goed gaat. Ja. Vindt u dat terecht? Ik kan het heel goed begrijpen, want je hebt objectieve veiligheid, zeg maar, daling van overvallen, de feitelijke cijfers. Maar er is ook gevoel van veiligheid. En wij weten dat in deze stad nogal wat mensen zich onveilig voelen. Met name door veel vaker overlastveroorzakers, hè, groepen jongeren. Nou, daar zijn we als gemeente zeer intensief mee bezig. En nou, dat is een van die dingen die we dadelijk met straatcoaches, gezinscoaches willen aanpakken. Ook nog meer dan we nu al doen. Om die groepen ook, wanneer ze er zijn, onschuldig te maken. Want dat jongeren bij elkaar groeperen is helemaal niet erg. En daar moeten sommige Almeerders ook aan wennen, maar dat is er maar zo. Maar daar waar ze echt overlast veroorzaken en dus ook bij mensen echt onveiligheidsgevoelens oproepen, ja, daar moeten we ook heel hard aanpakken. Maar het gaat juist zo goed. Is het dan wel terecht dat die politieke partijen zo inspelen op het gevoel van de kiezer? Ja, het is de trend. Mijn indruk is dat dat in het hele land zo is. Veiligheid is een hot item. En het vraagt ook nog steeds om een flinke aanpak. Maar één partij, de PVV, komt zelfs met stadscommando's. Dat is weer een overtreffende trap. Ja. Mag dat wel als je ziet dat het zo goed gaat? Kun je dan wel dat soort taalgebruik gebruiken richting de kiezer? Nou ja, ik ben niet zo enthousiast over het woord stadscommando, omdat ik daar mannen in van die camouflagepakken met een mitrailleur bij zie. Maar als er mee bedoeld wordt dat we moeten proberen toezicht te intensiveren, ben ik dat wel met hun eens. Ben ik overigens eens met de hele gemeenteraad, want dat vinden wij allemaal al heel lang. Het enige was dat daar tot voor kort de gemeente Almere eigenlijk geen middelen voor kreeg. Wij hoorden niet bij het grote stedenbeleid. Ja, inmiddels krijgen we gelukkig daar ook enige middelen voor. Dus ik hoop dat die ook blijven. Maar een tikje minder mag wel in de campagne? Ja, nou ja, ik weet dat de campagne altijd overdrijft. Ik heb er erg lang zelf ook aan meegedaan. Dus wat dat betreft is het altijd zo'n onderwerp wat bij de burgers leeft, wordt ook door politieke partijen altijd opgepakt. Uw eigen partij heeft het zelfs heel hoog staan hier in Almere. Ja, ook begrijpelijk. Het is ook een belangrijk onderwerp. Dank u wel voor de reactie. Graag gedaan.